FC Rijnmond wordt mede mogelijk gemaakt door Melkcontainer. Wiljan Vloed blijft natuurlijk veel liever de baas van Sparta dan dat hij een dienende rol gaat spelen bij PSV, Jan Dirk. Ja, ze zeggen altijd over deze man dat hij graag de baas speelt, alles wil bepalen. Dus hij kan beter bij Sparta blijven. En die club is ook gebaat bij continuïteit. Dit is FC Rijnmond. Hoe kom je erop? De toon is gezet. Wiljan Vloed, onze hoofdgast van vanavond, hartelijk welkom. Fijn dat je er bent. Laten we eerst beginnen met de wedstrijd van vanmiddag. 3-0 gewonnen van Go Ahead. Glansrijk. Ja, ik denk dat we de eerste 20 minuutjes heel moeilijk hebben gehad, maar daarna een zeer terechte overwinning hebben gehaald. Ik zag weer een beetje het onverzettelijke terug van die glansperiode van vorig jaar en het plezier van de voorbereiding. Ja, maar kijk, het is ook een beetje hoe het met zijn wedstrijd loopt. Hè. Natuurlijk hoop je altijd dat het blijft. Hè. We hebben gezegd, we willen succes halen dit jaar. De weg wel langs is een stuk plezier. In de voorbereiding, wat alles onbevangen is, dan zie je dat ook terug. Ja, dan begint de competitie en dan is het toch een verwachtingspatroon. En dan lukt het niet allemaal. Ja, en dan krijg je hier en daar wat tegenslag. Ja, dan kan ik me eigenlijk voorstellen dat het aan de buitenkant lijkt dat het minder plezierig was. Maar ik heb intern altijd gemerkt dat er gewoon de stemming heel goed was. Hoewel er best wel eens met de kopjes gerinkeld wordt, hè, in de kleedkamer. Ja, Danny Buijs heeft een keer een akkefietje met Vonk in de kleedkamer gehad. Heeft een keer gezegd dat hij het oneens was met zijn wissels. Maar goed, Martijn Krabbedam zijn vrijdag op deze plek op. Buijs is ook echt een heet hoofd. Maar goed, ja, soms kunnen bepaalde irritaties maar het beste uitgesproken worden. Dat kan ertoe leiden dat een ploeg goed gaat presteren. Laten we hopen dat Sparta, dat vandaag de beste wedstrijd van dit seizoen heeft gespeeld, ja, die opgaande lijn nu echt te pakken heeft. Jij legde... Of had je daar nog wat over? Nou ja, kijk, ik weet niet of een kopje is gerinkeld. Maar laten we wel zeggen, we hebben Danny Buijs aangenomen. Niet zomaar. Hè? Routine, vaardig, mondig. Hij was een mondige speler, dat willen we graag hebben. Mm-hmm. Ja, als je een mondige speler haalt, dan hoop je ook dat hij mondig is. Ja. Op het veld en buiten het veld. En dan denk ik dat het heel goed is dat daar een werkbare situatie is. Waarbij volwassen spelers, hè, want we werken met volwassen mensen, hier en daar ook durven te zeggen hun mening. Dat hebben we ook spelers voor gehaald. Dus als het zo is, dan ben ik heel blij mee. Want dan denk ik dat er een interactie is tussen de spelers en de trainer. En hoe dan ook, jij deed Sparta nog ongeslagen en op de tweede plek. Dus lekker op koers. Nee, Helmond Sport is wel de ploeg die het beste doet tot nu toe. Met louter overwinningen en een plek op eerste plek in de Jupiler League. Maar Sparta, ja, ligt op koers. En als het voetbal beter wordt, dan komen resultaten bijna vanzelf, zou je kunnen Robbie zeggen. Robbie Jacobs, hè? Nee, maar dat is wel waar. Kijk, je kunt een aantal weken niet goed spelen, maar dat gaat altijd ten koste van resultaten. En als je wel goed speelt, dan komen die punten als gevolg van dat proces. Daar praten trainers ook graag over, hè, bijna vanzelf. We gaan even terug naar vanmiddag, na afloop van de wedstrijd op het kasteel. Blije gezichten bij de spelers toen ze de gang in kwamen naar de kleedkamer. De opluchting bij alles wat Sparta een warm hart toedraagt was na afloop van het duel met de Eagles groot. Want niet alleen blijft Sparta ongeslagen, voor het eerst dit seizoen wordt er ook een wedstrijd ruim gewonnen. En grotendeels van de wedstrijd liet Sparta ook nog eens goed voetbal zien. Ja, voor Orient toch ook een beetje opluchting dat we ook hebben laten zien dat we ook wel degelijk kunnen voetballen. Ik moet zeggen, de start van het seizoen was qua punten misschien best aardig. Maar voetballend moesten natuurlijk een stuk beter. Nou, vandaag eigenlijk het eerste kwartier ook heel matig. Ja, en dan komen we op 1-0 voor en dan zie je dat het eigenlijk bij ons begint te lopen. Ja, als je heel eerlijk bent, kan je in de eerste helft misschien nog wel 1 of 2 keer extra scoren. En in de tweede helft helemaal als de ruimte groot worden. Nou, opluchting is een groot woord. Het was wel noodzakelijk, denk ik, eventjes. Gezien de stand dat je dichtbij moet blijven. We willen graag bovenin meedraaien. Hè, ze niet de lat hebben hoog gelegd. Dus dan moet je vandaag gewoon de punten houden. En dat hebben we gedaan. Opluchting, nou, ik denk blijdschap, terecht geworden. Kijk, nu hebben we een uitschieter naar boven. En nou, hier moet dit niveau, dit moeten we proberen vasthouden en uit te gaan bouwen. En het moet niet zo zijn dat we volgende week weer een wedstrijd van niks wegzetten. Zodat we weer eigenlijk achter de feiten aanlopen. Dus dit moet gewoon onze maatstaf worden. En dit moeten we proberen vasthouden en uit te bouwen. Ja, ik denk dat we zo moeten starten. Zoals we geëindigd zijn. Hè? Met die lef, met die durf. Mensen niet meer het idee geven hier dat hier wat te halen valt. Hè? Want het eerste kwartier was echt duidelijk voor Go Ahead, vond ik. Schieten nog op de paal. Ja, die momenten moeten eruit. Je moet hier vanaf kiet meteen de baas zijn en de controle hebben. Dat is waar we naartoe kunnen werken. Je trainer Michel Vonk, je legde net uit dat hij na 20 minuten, die 20 minuten waarin het Sparta niet zo goed ging tegen Go Ahead, een soort meesterzet deed. Nou ja, meesterzet. De trainer heeft van tevoren aangegeven, zorg dat we druk naar voren toe gaan zetten. Dat is ook nodig tegen de ploeg. Het is natuurlijk heel moeilijk om tegen Go Ahead te spelen. Werd gebruikt de keeper heel erg. Nou, dan moet je eigenlijk doorschuiven. Dan moet je ook nog een linie overslaan in je loopacties. Dat vraagt heel veel afstemming met de spelers op het veld.
Dat ging niet goed. Dat zag je ook. De eerste paar kansen waren van Go Tigers. Nou, de trainer heeft dat een kwartier lang proberen te corrigeren. Dat lukte niet. Het is ook moeilijk om dat te coachen. Nou, dan heeft hij gekozen om veel eerder te gaan staan, waardoor het herkenbaarder wordt. En waar met name de aanvallers daardoor veel meer vrijheid krijgen. Ja, en toen vanaf dat moment zag je dat ze de grip op de wedstrijd kregen. Nieuws van de dag zat natuurlijk toch ook een beetje in Utrecht PSV. Ja, waar Mark van Bommel vandaag ten onrechte, vond ik eerlijk als ik naar de beelden kijk, zijn vijfde gele kaart pakt. In pas de vijfde competitiewedstrijd, een record, maar veel belangrijker voor deze regio. Het is zondagmiddag om 16:30 in het Philipsstadion PSV Feyenoord. En Van Bommel mist die wedstrijd. PSV verliest daar ook, heeft nu 6 verliespunten. 1 punt meer dan Feyenoord, dus dat wordt echt in alle opzichten. Het is al beladen, maar de ploeg die daar een nederlaag leidt, haakt echt af bij de top 4, top 5 van Nederland. Scheelt dat veel, PSV zonder of met Mark van Bommel? Nou ja, kijk, ik denk Van Bommel is ook een beetje een speler zoals wij net hebben getypeerd met Danny Buijs. Een leider, hè? Iemand die het voortouw neemt, iemand die de poppetje op de goede plek zet. Nou ja, zo'n speler met dat soort ervaringen is in topwedstrijden van onschatbare waarde. En nou we het toch over PSV hebben? Ja. De vraag is of je daar over jeugdopleidingen gaat worden. Dat wordt gesuggereerd in Voetbal International van de week. Ja, dat heb ik ook gelezen. Maar kijk, kijk wat men schrijft, daar kan ik niks aan doen. En het is eigenlijk, het verhaal is gewoon heel simpel. Ik heb een doorlopend contract bij Sparta. We hebben niet alleen het proces op het veld, zoals je net genoemd, maar we zijn met de hele club bezig om een goede structuur neer te zetten. Daar heb je wel eens en wetens bewust gekozen om daar langdurig contract mee af te sluiten. 5 jaar, hè? 5 jaar. Ja, en dat proces ben ik ingegaan en we zitten uitstekend op koers. Dus ik zie niet in waarom ik dat proces niet af zou maken. Jij gaat je 5 jaar gewoon volmaken? Als wij zo doorgaan in het proces waar we mee bezig zijn, absoluut. Maar welke nuance maak je dan als wij zo doorgaan? Nee, je hebt een stap neergezet in de voetballerij. Dat je zegt van nou, daar willen we naartoe. En wij willen naar de Eredivisie. En wij moeten zo snel mogelijk naar de Eredivisie. Want dat heeft behoorlijke consequenties. Niet alleen voor je beleid, maar ook voor je financiën. Dus zolang als wij deze koers volhouden, dan maak ik die 5 jaar vol. Maar dat klinkt toch een beetje dat je straks kunt zeggen, als het niet zou lukken met Sparta, wat we allemaal hopen dat het wel lukt. Hè? Van ik pak mijn verantwoordelijkheid, het is me niet gelukt, ik ga weg. En dan kun je in een andere hele mooie functie in de voetballerij verder in Eindhoven. Nee. Want ook als we heel succesvol zullen worden, kan er ook wel een nuance komen. Kijk, op dit moment heb ik een dubbel functie, dubbele petten op. En algemeen en technisch. Nou, dat is behoorlijk pittig. Dat kost inderdaad 7 dagen in de week werk. Dus hoe succesvol we gaan worden, zal misschien daar ook wel een nuance in komen. Omdat je gewoon merkt dat je geweldig veel tijd kwijt bent met beide functies. Zoals het nu ervoor staat, ga ik gewoon die 5 jaar volmaken. Want ik heb me wel eens een wetenschappelijk contract getekend. Ik wil gewoon die 5 jaar succesvol worden bij. Ook als jullie niet promoveren in maar dit jaar? Ook. Wij, kijk, op dit moment is het gewoon heel simpel. Het hele beleid wat wij voeren bij Sparta is op 1 manier afgestemd. Is dat we kampioen geworden. Wij zijn met alles bezig om het nieuwe jaar daarmate voorbereid te zijn dat we Eredivisie waardig zijn. Op allerlei fronten. We hebben wel een plan B achter de schermen. Om natuurlijk niet naïef zijn. Hè. Je bent van heel veel dingen afhankelijk. Maar intern is het niet een discussie. Intern weet iedereen dat we bezig zijn met de Eredivisie, inclusief Vilja Vloed. En als wij nou vanavond thuis komen en die meiden vragen, blijft hij nou ook als ze niet promoveren? Wat moeten we dan zeggen? Als ik hem nu zo hoor, wel. Kijk, hij heeft eerder bij PSV, toen hij naar NEC kon, was hij niet loyaal aan PSV. Toen hij van NEC naar Sparta kon, heeft hij die keuze ook gemaakt. Maar als ik hem nu zo hoor, denk ik, ja, deze man blijft 5 jaar bij Sparta. Speelt dat een rol, William, dat op een gegeven moment misschien je geloofwaardigheid op de proef komt te staan als je iedere keer maar weer benaderd wordt en dan op de trein springt? Nou, kijk, je moet het ook omdraaien. Kijk, hier wordt gesuggereerd, niemand weet eigenlijk waarom ik bij PSV ooit weg ben gegaan. Er wordt gezegd van, hij is weggegaan om. Dat weet niemand. Ik weet dat, mijn reden ervoor. Wil je dat delen met ons? Nee, maar kijk, heel netjes zeggen. Ik was niet tevreden met het beleid dat daar gevoerd werd. Dat is een oorzaak. Hè? Je maakt afspraken en voordat ik begon was er een heel beleid veranderd. Bij NEC is het anders geweest, had ik een doorlopend contract. Maar dan komt Sparta met een heel ambitieus plan. Nou ja, als je dan je consequenties daarin trekt en voor 5 jaar tekent, ja, dan moet je die ook af gaan maken. Wat ik wel bijzonder vind, ik weet dat jij heel hard en heel lang gewerkt hebt om in het betaalde voetbal terecht te komen. Dat was een droom van een jongen van 16. En je was geloof ik 38, zeg ik het goed, toen het lukte? Iets jonger, volgens mij 36, 37. Nou ja, maar in elk geval 20 jaar. Nu komen er elk jaar geloof ik 15 coaches betaald voetbal bij. En iedere keer word je ondanks doorlopende contracten benaderd. Dat moet heel lekker voelen. Ja, maar kijk, het is heel raar. En natuurlijk denk ik op een bepaald moment aan mezelf. Hè, tijdens als het moment dat je gevraagd wordt. Maar ik denk wel dat in de voetballerij, en daarom kijk, zit ik hier ook, omdat ik gewoon een bepaald beleid thuis heb. Ik ben niet de trainer die alleen maar bezig is met de speler beter te maken. Dat heb ik ook gedaan als trainer niet. Zeg trouwens, ik ben niet een trainer, je bent directeur, hè? Nee, maar ik was een verhaal aan het vertellen, ik was niet klaar. Ik ben niet de trainer die
alleen maar bezig is met spelers beter maken. Waardoor ik bij alle clubs waar ik heb gewerkt ook beleidsmatig het een en ander heb gedaan. Nou, als je daar ook nog voor opgeleid wordt, hè, want ik heb natuurlijk ook een goede opleiding gehad. Dan is het eigenlijk logisch als men zoekt iemand met voetbalknow-how en die beleidsmatig dat kan doen. Ja, die zijn er niet zo gek veel in het voetballen. Als je dan ook nog redelijk succesvol bent geweest in de zin dat je bij alle clubs waar je hebt gewerkt als trainer je doelstelling hebt gehaald. En daar ook via bewust stappen en beleid hebt gemaakt. Ja, dan is het eigenlijk ook heel logisch dat er daar clubs zijn die zeggen van nou, we willen die man graag hebben. Die heeft en meer dan 300 wedstrijden betaald voetbal gehad, weet wat beleid maken is. Ja, die zijn er niet zo gek veel in het betaald voetbal. En nu als directeur is het precies hetzelfde. Je weet wat er in de kleedkamer gebeurt, je weet wat er op het voetbalveld gebeurt. En je gaat nu steeds meer leren, want ik leer ook elke dag. En je maakt stappen op het gebied van directeur zijn. En de prijs die je daar privé voor betaalt? Ik betaal geen prijs. Nee? Nee. Echt niet, als je 7 dagen in de week werkt? Nee, ja, en je kinderen die hoogsporten nauwelijks kan zien schitteren? Nee, maar ja, kijk, ik heb, of we hebben 3 kinderen en die zijn zeer succesvol op sportgebied. Dat is hartstikke leuk om te zien. En die zien niet zoveel. Alleen, ja, wat is nou de prijs betalen? Ik ken mensen, mijn vrienden, die is internationaal chauffeur, mijn vriend. Nou, die is veel weg, die is onderweg. Die moet echt heel hard werken. Die moet, als hij terugkomt uit een internationale reis, moet je eigenlijk nog het weekend wat bijbeunen om zijn kinderen ook al dat te geven. Ja, het is geven en nemen. Je krijgt er ook heel veel voor terug en... De kwaliteit van opvoeden is niet door het aantal uren dat je thuis bent. De kwaliteit van opvoeden is... Die ga ik ook gebruiken van... vanavond. Dat vind ik een hele fijne maar, dit. Goed luisteren, dat is niet kwaad. Dat is door de intensiteit waarbij je dat doet. Nee, nog een vraag, want je zei net Nog meer tips voor jou? Ja, nee, dat is een hele fijne dit. Nee, je zei net van, het is best een zware combinatie. Die van algemeen en technisch directeur. Vind je eigenlijk ook dat als Sparta promoveert, een club in de eredivisie een fulltime technisch directeur zou moeten hebben? Nee. Nee, dat niet. Maar je zou wel af kunnen vragen, we hebben nu een commercieel manager en we hebben een financieel manager. Om daar een technisch manager tussen te zetten. Zodat je 1 directeur hebt en met 3 managers. En dan blijf jij directeur, neem ik aan. Ja, dat is wel de bedoeling. En dat heeft mee te maken waarbij de opening zit. Dat is ook wel lekker duidelijk. Nee, maar jullie zeggen ook heel terecht, daar waar ik kom en daarom ook heel bewust voor Sparta gekozen, is dat ik het voor het zeggen kreeg. Mm-hmm. Dat wil ik ook hebben, die verantwoording neem ik dan ook. Daar moet je ook niet meer voor weglopen. Daarom moet je ook lang blijven zitten. Maar ik denk dat het ook de enige manier is om juist geen splitsing te krijgen en juist in de voetbalclub te zeggen van nou, voetbal is onze core business. Daar stem je alles op af, maar daarna heb je ook nog gewoon arbeidsprocessen. En het is niet zwaar in de zin voor thuis, maar het is veel meer zwaar dat je in de zin dat je niet alles kunt doen wat je graag wil. En dat betekent dus, ik zou veel liever nog wat meer wedstrijden zien, wat meer jonge spelers willen zien. Ik zou op het commercieel wat meer willen zijn in de avonturen. Je kan niet alles doen. En dat zou grootschoter dan een goede technisch manager zijn? Die was al een keertje. Gaat ook naar PSV, toch? Ja, daar wordt ook gesuggereerd. Ik ga even een puntje zetten. Want we begonnen eigenlijk dit blokje over Feyenoord te praten. Feyenoord speelde gisteren in de eigen Kuip tegen PEC Zwolle. Won met 2-0. We gaan na afloop praten met Ronald Koeman. En dat begint met een uitstekende vraag weer van Jan Dirk. Wat stemt het meest tevreden vanavond? Vooral de overwinning? Nou ja, uiteindelijk wel, want het elftal is redelijk veranderd ten opzichte van een aantal maanden terug. Nou ja, iedereen is weer terug vanuit een interlandperiode. Ja, het is niet altijd makkelijk om dan weer alles gericht te hebben op de club. Nou ja, dat kost voor heel veel ploegen kost dat punten. En voor ons heeft dat geen punten gekost. We hebben gewonnen. Het was niet groots, maar... Uiteindelijk wel dik verdiend. There was not really space, you know, when you play at home with teams that just came from the second division, you expect that they're gonna stay behind and try to do a counter-attack. But we have to be patient how we were and then at the end we won 2-0 and that's important. Wat vond je van Pelle vanavond? Ja, goed. Ik vond hem bal vast, vond hem sterk. Dat wil je ook. Dat is makkelijker voetballen. Alleen je zag ook wel dat het nog beter op elkaar afgestemd moet zijn. En hij is betrokken bij de eerste call. Ja, ik ben tevreden hoe hij zijn rol heeft ingevuld. Ik denk dat het alleen nog maar beter gaat lopen. Verhoek? Ja, Wesley had het moeilijk. Vond in eerste helft had hij een aantal goede momenten. Maar ja, viel toch ook wel terug. Gaf ook aan dat hij toch behoorlijk vermoeid was. Nou, hij is natuurlijk nog niet zo ver dat hij... Dat hij 90 minuten zonder problemen speelt. Dus dat moet gaan komen. En voor de rest ben ik gewoon blij dat we met elkaar nu ook de komende week de tijd hebben om ons te verbeteren op een hoop punten.
Ronald Koeman, duidelijk als altijd. Aanstaande vrijdag zit hier in FC Rijnmond op de stoel van Wiljan Vloed. Even Kostas Lamproe. Pim Doesburg sprak daarover gisteravond bij ons op de radio. Heel opmerkelijk. Ja, en die zei dat hij vindt, en hij heeft met beide keepers gewerkt in het verleden, dat hij Lamproe meer talent vindt hebben dan Erwin Mulder. Nou werd Lamproe gisteravond niet erg op de proef gesteld, maar wat hij moest doen, deed hij goed. En er is wel eens wat kritiek, althans, er wordt terecht vastgesteld, het is niet een keeper van bijna 2 meter lang, maar ook de hoge ballen had hij allemaal. Hij oogde zeker, was wel het gespannen, gaf hij van tevoren toe. Heeft ook hij noemde het zelf een zwarte periode meegemaakt, omdat hij disciplinair terecht door Koeman 2 keer is gestraft. Maar gisteravond deed hij zijn werk naar behoren. Maar goed, zondag in Eindhoven, ja, is alles toch weer anders. Joris Matthijssen, daar sprak je mee voor de wedstrijd. Die zei, mijn status bij Oranje is veranderd. En toen dacht ik gelijk, ja, dan is hij bij Feyenoord ook veranderd. Ja, kijk, hij speelde gisteravond heel behoorlijk, vond ik. En bij Vitesse haalde hij ook een hoog niveau. Wat wel belangrijk nieuws is, dat heb ik gisteren op de radio kunnen brengen. Mij is vrijdag ter oren gekomen. Dat is wel interessant als je naar het interne proces bij Feyenoord kijkt. Dat de vrienden van Feyenoord, Martin van Geel en Erik Gudde, een negatief advies hebben gegeven toen ze op het punt stonden Matthijssen aan te trekken. Dus dat is wel gebeurd. De mensen die de club financieel gered hebben, hebben negatief advies gegeven om Matthijssen te halen. Maar goed, daar kan de jongen niets aan doen. Die heeft een goed contract getekend en deed het gisteravond heel behoorlijk. Ja, wat hebben ze dan voor verstand van? Hè? Vraag je dan af, dan kan je er wel 30 miljoen in hebben zitten. Maar waarom adviseer je dan negatief? Maar dat doe je natuurlijk wel vanuit zakelijke redenen. Je koopt een speler die grootverdiener is en straks geen enkele restwaarde meer vertegenwoordigt. Wiljan Vloed, daar hebben luisteraars allerlei vragen gesteld. Ik leg ze gewoon maar voor. Okay. Jasper uit Rotterdam. Is het druk op de spelers om kampioen te worden niet te groot? Kunt u die druk niet een beetje weghalen? Nou ja, kijk. Ik heb het net ook al gezegd. Die druk is er. Hè. We hebben dus gezegd wat het meegaat. Is de weg wel langs, moet plezier zijn. Dat betekent dus dat je als management daar ook voor moet zorgen samen met de staf. Nou, daar zijn we heel hard aan het werken geweest. We hebben de staf ook heel over gesproken. Om concreet aan te geven, zal je dus ook wat vaker wat activiteiten moeten doen die sfeerverhogend kunnen zijn. Dat heeft met de oefenstof van de trainer te maken, heeft met randgebeuren te maken. Spelers moeten goed in hun vel zitten. En zoals je spelers net ook op tv hoort, dan lijkt het erop dat ze dat redelijk onder controle hebben. Herman van Gelderen uit Noordwijk, hij heeft meer dan 20 spelers gekocht en er zijn er toch maar weinig die renderen. Ja, ik weet niet waar ze het vandaan halen, dat zou kunnen. A, heb ik geen eentje gekocht, dus dat is het voordeel. Hè? Gehaald, dus ik heb geen eentje gehaald of kopen is een groot verschil. Kijk, ik heb wel een bepaalde werkwijze. Dat ik vind dat spelers die een jaar bij Sparta zijn en heel weinig spelen, hè, dus met andere woorden niet echt het volle vertrouwen van de trainer krijgen of hebben, omdat de trainer betere spelers heeft, ja, die heb ik laten gaan. Omdat ik vind dat je elke keer fris spelers moet hebben. Nou, dat betekent dus dat je relatief gezien veel nieuwe spelers haalt. Omdat je dus de jongens die lang op de bank hebben gezeten met doorlopende contracten, dan ben ik echt bezig continu om die ergens anders onder het dak te brengen. Daarbij komt ook dat we een weg in hebben gezet dat we vanaf de tijd dat ik kwam, alle contracten die toen doorliepen, die hebben we allemaal ondertussen veranderd. We hebben een goed salarishuis neergezet. Ja, en dat vraagt de nodige aanpassingen. Er gaan zoveel spelers weg, zegt Rick Ambachs hier. Talenten uit de opleiding soms zelfs nog tegen zulke lage vergoedingen. Kan Vloed daar nog wat aan doen tegen? Nou ja, kijk, we zijn natuurlijk heel hard aan het werken. Het allerbelangrijkste is dat we Eredivisie halen. Want spelers die bij ons uit de jeugd weggaan, geven mij aan dat een van de hoofdmotivatie is. We hebben een goede jeugdopleiding, maar als je bij Sparta afvalt, het niet haalt, waar kom je dan terecht? Wel, als je bij de topclubs afvalt, dan kom je altijd in betaald voetbal terecht. Dat is één. Het nog beter doen, hè, want je kunt kijken naar de clubs die de spelers weghalen. Maar hoe beter wij het doen, ja, hoe meer kans we hebben de spelers te houden. Ja, en als je toch ziet vandaag ook weer, volgens mij hebben we vandaag bijna de hele reservebank waren allemaal eigen jongens. 2 A-jeugdspelers die dit jaar of die vandaag weer gespeeld hebben. Ja, ik denk dat we ook weer laten zien dat we goed bezig zijn op de lange termijn. Alleen, is Ilias Bellassani, we zien een foto daarvan. Is Ilias Bellassani iemand die misschien wel de grootste transferwaarde mogelijk vertegenwoordigt in jullie selectie? Is dat een jongen waar jullie flink aan kunnen verdienen in de toekomst? Nou, dat is afwachten. Kijk, het liefst hou ik hem heel lang bij ons. Mm-hmm. Omdat ik vind dat Ilias een fantastische voetballer is. Een speler die op dit moment een meerwaarde heeft voor het team. Zoveel creativiteit heeft dat je man uit kan spelen. Ik denk ook dat wij een reële kans maken om misschien wel een contract open te breken op het moment dat wij gaan promoveren. Mm-hmm. En wat ik net ook heb gezegd, daar is alles op gericht. Dus ik heb tegen Ilias ook gezegd, ondanks dat we een optie hebben gelicht en dat we misschien wel in 2013 hopelijk zijn contract open kunnen breken en zeggen, nou, we gaan samen in de Eredivisie op ontdekkingsreis. Ja. Ja. Dan hebben we Sharon nog uit Krimpen aan de IJssel. De samenwerking met Heerenveen, ik zie er weinig van. Wordt het niet eens tijd om een andere samenwerking te overwegen?
En Ton uit Rotterdam, die vraagt gelijk, werkt u misschien aan zo'n constructie met PSV? Ja, nee, kijk, er zijn er twee dingen. We hebben helemaal geen één samenwerking met geen één club. Ook niet met Heerenveen, dat is in het verleden geweest. Die samenwerking is er niet meer. Dus Quinten Martínez hebben we gewoon gehaald omdat wij vonden dat het een goede speler was. En we hebben daar heel vroeg stadium het management van Heerenveen overtuigd. We hebben geen samenwerking. Ik ben ook niet zo'n grote voorstander om een samenwerking in Nederland te krijgen. Als ik iets zou doen, dan zou het de samenwerking zijn met een club in het buitenland. Is dat actueel nu? Nee, is niet actueel. Maar ik zou ook geen grotere club hebben. Want die halen toch altijd maar weer de meer spelers weg. Dan zou ik een club hebben waarvan wij spelers zouden kunnen halen. Dan kijk ik even hier. Dan hebben wij hier het shirt van Sparta. En dat gaan wij weggeven aan een luisteraar. Ik doe het niet goed, hè? Maar zo laat ik hem keurig zien. Morgen in Sportclub Rijnmond maken we bekend wie dit shirt gewonnen heeft. Wiljan Vloed bepaalt dat. Degene die de meest originele, interessante vraag heeft gesteld. Daar komen we straks op terug. Jens van Son vandaag in die wedstrijd tegen Go Ahead. Spectaculair wat mij betreft. Ja, heel goed. En bijzonder ook. Hè? Want laten we heel eerlijk zijn. Dat is we hebben Jens gehaald als middenvelder. Met eventueel, als je Eredivisie zou spelen, rechtsback. Omdat wij vinden dat je rechtsback ook door kan stromen. Maar nooit als centerverdediger. Nou, de trainers zijn ermee aan de slag gegaan. Hebben gewoon gezien dat de eerste paar wedstrijden er iets ontbrak. Met name wat meer schuivend vermogen van de laatste linie. En hebben gekozen voor Jens van Son. En ik vond hem vandaag heel terecht de man of the match. Speel echt gewoon een hele goede wedstrijd. Als ik jou nou in een donker steegje trek, Jan Dirk, met een pistool op je hoofd. En je weet dat je thuis kinderen hebt en een vrouw. En ik vraag je, wordt Sparta kampioen? Ja of nee? Ja. Heel goed. Ja. Dit shirt nog even. Dat is een aspect wat ik niet onbesproken wil laten. Vooraf, achterop. Commercieel gezien lijkt het behoorlijk goed te gaan met Sparta. Nee, maar ik denk dat Sparta gewoon uitstekend bezig is. Ik denk dat we op allerlei fronten, financieel, commercieel, ticketing, publiekacties, ik denk dat Sparta weer echt aan het leven is. En we zien dus, en dat was ook bij het begin van mijn verhaal, dat we met bewuste stappen, dat we daar een vooruitgang willen boeken. En natuurlijk is wat op het veld gebeurt het allerbelangrijkste, ook je uithangbord. En dat willen we ook heel graag laten zien. Maar als je ziet hoe deze club vanuit een diep dal is gekomen en met hoeveel inzet deze mensen allemaal aan het werken zijn, hoe het weer leeft in de stad, hoe we het commercieel voor elkaar krijgen. Ja, dan is het denk ik een heel groot compliment aan iedereen die deze club een warm hart toedraagt. Maar ook aan de mensen die achter de schermen vaak werken. Hè? Want we hebben het nu weer over onze voetballers die de complimenten krijgen van het publiek. Als je weet wat er achter de schermen door mensen wordt gedaan in het aantal uren werkzaamheden. Ja, stop. Ik vond het hartstikke leuk dat je er was. Dank je wel. Kom nog een keer terug. Veel succes aanstaande vrijdag uit bij Cambuur. Jan Dirk, bedankt. Ja. Volgende week zondag hebben wij PSV tegen Feyenoord. Daar gaan we aanstaande vrijdag over voorpraten met Ronald Koeman. En dan hebben we de nabespreking op zondagavond in deze FC Rijnmond om 7:45 met Henk Vrezer. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Je was een fantastisch publiek. Dag. FC Rijnmond werd mede mogelijk gemaakt door Melkcontainer.